In de afgelopen jaren maakte Nederland kennis met het fenomeen glowgolf, een soort mini-golf in een fluoriserende omgeving. Met een groepje op die manier golfspelen is een speciale ervaring die al menig kinderfeestje of bedrijfsfeest tot een bijzondere belevenis maakte. Peter van Leeuwen was vroeger eigenaar van een videotheek in Zoetermeer. Maar met het veranderen van de markt deed hij zijn videotheek van de hand en stortte hij zich op het glowgolf. Inmiddels bouwde en exploiteerde hij verschillende glowgolfbanen die hij met veel creativiteit en passie altijd zo mooi mogelijk aankleedt. Meestal in specifieke thema's. Op dit moment is hij bezig met zijn vierde baan. Groter, mooier en spectaculairder dan alle vorige projecten. En daar wordt momenteel aan gebouwd in Rotterdam. Wij zijn hier aan het verbouwen, ja, dat klopt. Wij zijn hier een glow-in-the-dark minigolf zijn we hier aan het maken. En dat is niet de eerste die we doen, dat is eigenlijk al de vierde die we in Nederland doen. En we proberen er elke keer weer een schepje bovenop te doen om hem nog mooier te maken, zeg maar. Capelle aan de IJssel zijn we begonnen eigenlijk met een wat kleinere baan, zeg maar, als testperiode. Dat we gezegd hebben van nou, we gaan eerst eens kijken wat het is. We hadden het concept gezien in het buitenland eigenlijk en de moeder gevonden waar het vandaan kwam. En toen hebben we eigenlijk besloten van nou, laten we eerst eens een keer een testfiliaal gaan openen en kijken wat het doet. En dat bleek zo succesvol te zijn dat we eigenlijk heel snel naar de tweede, derde en nu uiteindelijk de vierde, zeg maar, toe groeien. En die vierde baan wordt meteen de grootste in een enorm pand in Rotterdam. We zitten hier in Rotterdam-Zuid, zeg maar, aan de kant van de Kuip. Als je achter je kijkt hier, dan kijk je eigenlijk recht op de Kuip, het stadion. En we zitten eigenlijk in een gebied waar heel veel leisure en restaurants en dergelijke zich exploiteren. Dus we hebben hier grote restaurantketens met heel veel zitplaatsen. Dus er gebeurt heel veel. Er zit een bioscoop hier en eigenlijk schuin tegenover ons. Daarvoor hebben we ook het thema Hollywood eigenlijk voor de banen en de horeca gekozen. Peter richt zijn glow in the dark golfbanen in aan de hand van een thema. De eerste baan in Capelle was ingericht als een wereld onder water. En deze nieuwe baan wordt dus helemaal aangekleed in het thema Hollywood. En de verwijzingen naar beroemde films en acteurs zie je overal terug. We zien het in eerste instantie in de horeca zie je het eigenlijk terug. Daar hebben we creëren daar een soort loungecafé, zeg maar, met American style food. Dus er zit heel veel Amerikaanse fingerfood en snelle happen, zeg maar, zitten erbij. Maar de entourage die is echt in Hollywood-stijl uitgewerkt. Dus je vindt veel decorstukken, veel props, echt dingen die in films gebruikt zijn. Die staan in vitrines uitgesteld. Er staat de boeg van de Titanic staat nagebouwd. Dus we proberen echt de look en feel van film eigenlijk over te brengen. De golf, eigenlijk hetzelfde verhaal, decorstukken. We proberen een soort verhaallijn te creëren eigenlijk in de golf, waar we starten. Met eigenlijk de introductie van studio's, hoe films ontstaan. Dus je ziet eigenlijk stukjes van de filmstudio's, van de Warner Brothers studio's. Vervolgens zie je eigenlijk wat er gebeurt na het maken van de film. Dus na het maken van de film gaat de film naar de bioscoop, wordt vertoond aan het publiek. En daarna eigenlijk ga je een zone in waar eigenlijk diverse scènes eigenlijk van films nagemaakt zijn. En waar de decorstukken ook eigenlijk allemaal verwerkt zijn. Het bouwen van een mooie baan en de ruimte eromheen in een aansprekend thema is een enorm project. Waarin creatieve keuzes, maar ook allerlei technische en zakelijke inschattingen moeten worden gemaakt. Nou, eigenlijk was het zo dat we een kale ruimte gehuurd hebben. Daar zat ook echt niks in. Geen meterkast, geen kanalisatie, geen ventilatie, helemaal niks. Dus je begint eigenlijk vanaf de bodem, begin je eigenlijk alles op te bouwen. Dus je begint met je installaties, je technische installaties. Nou ja, dat is voor ons als creatieve geest eigenlijk niet zo leuk. Maar ja, het hoort er wel bij, het moet wel. Je moet aan bepaalde normen voldoen natuurlijk ook om de horeca te kunnen voeren. En na het inbrengen van die installaties ga je eigenlijk de stap maken van hoe gaat zo'n baan eruit zien? Hoe ga je je indeling maken van je horeca? Hoeveel zitplaatsen ga je daarin kwijt willen? En hoeveel mensen wil je eigenlijk herbergen in je totale zaak, zeg maar? En doorheen kunnen laten, hè? Want je maakt een exploitatiebegroting daarop. En dan zeg je, oké, ik wil zoveel mensen per jaar wil ik draaien. Niet alleen in je horeca, maar ook door die golfbaan heen, zeg maar. En dan begin je met bouwen van je baan, je labyrint, je verlichtingen. En dan komt eigenlijk het kiezen van al je decorstukken, die zijn allemaal telemeet. Ze worden allemaal handgemaakt in Canada, zeg maar. Daar zit de moeder, het moederbedrijf van eigenlijk Glowgolf waar het vandaan komt. En die maken eigenlijk volledig naar onze keuze, zoals wij het willen, maken ze elk decorstuk, kleuren ze elk decorstuk, zeg maar. Inclusief de UV-verven die erop komen. En dan krijg je uiteindelijk een eindproduct na 4-5 maanden bouwen ongeveer, van het totaal. De komende week ziet eruit dat we denk ik 24/7 gewoon door moeten gaan met z'n allen. De baan moet er nog helemaal in, de stoffering moet er nog in, er moet nog heel veel geschilderd worden. Dus je moet eigenlijk zien dat hier gaat gewoon een man of 20 gaat hier de komende 6 dagen gewoon in. En dan moeten we over 6 dagen moet hier een totaal eindproduct moet hier staan. En dan gaat het UV-licht, het blacklight gaat aan.
En dan, ja, dan heb je een totaal getransformeerde wereld waar je in staat. Dus dat is een hele unieke beleving. Dan sta je in de mooiste glowgolf van heel Nederland, denk ik. Dat hoop ik wel als eindresultaat te hebben staan. De mooiste glowgolfbaan van heel Nederland creëren. Dat is eigenlijk Peters grootste passie. Als creatieve man is hij daarbij altijd bezig nieuwe dingen te bedenken. En verhalen en verhaallijnen te verwerken in de inrichting van de baan en de andere ruimtes. Om zo voor de bezoekers steeds weer een unieke beleving te creëren. Ik zit op mijn kantoor en dan begin ik na te denken over hoe ik zo'n zaak zou willen inrichten. En welk thema ik daar aan mee zou willen geven. En dan ga je voor jezelf eigenlijk, gek gezegd, alleen maar achter je computertje zitten. En dan begin je voor jezelf dingen op papier te zetten van hoe zou ik dat nou graag willen. Hoe zou ik nou graag, en omdat het natuurlijk ook al de vierde is. Probeer je het ook altijd een beetje gekker en een beetje extremer te maken. We gaan hier bijvoorbeeld ook met videoprojecties tegen de muren aanwerken. Wat eigenlijk bij andere vestigingen nog niet gedaan is. Eigenlijk nog nergens gedaan is. Dus we gaan echt met delen, gaan we gewoon met videomapping en projecties op muren, gaan we interactie proberen te creëren. Zelfs op beweging straks, dat de gast ergens overheen loopt en ook gewoon dat er ook gereageerd wordt op de beweging van de gast zelf. Dus je probeert elke keer weer een stukje verder te gaan om het concept eigenlijk in beweging te houden. Ook dat ontstaat eigenlijk vanuit een samenspraak, zeg maar, van de decorstukken die je eigenlijk zelf voor jezelf kiest. De verhaallijn die ik er zelf eigenlijk in probeer te leggen. Ik probeer eigenlijk een verhaallijn te creëren. Nou, in dit geval was dat van scène naar scène springen eigenlijk, zeg maar. Dus en ik wou daar een aantal thema's in hebben, waaronder een Star Wars, waaronder een Shrek, een Transformers, een King Kong. Dat soort elementen wilde ik terug laten komen, zeg maar. Dus herkenbare films voor jong en oud eigenlijk. En dan ga je bouwen met je decorstukken. En daaromheen probeer je de scène te creëren door de muurschilderingen eigenlijk aan te geven. En onze vriend Dave uit Canada, die vliegt de hele wereld over om die airbrushes eigenlijk overal te maken. En die moet in 2 weken tijd, moet hij alle wanden moet hij hier in thema zetten. Het is ook 3D inderdaad. Ze gebruiken wel een speciaal soort 3D concept, zeg maar. Het is totaal anders dan wat je in een bioscoop vindt. Dat noemen ze chroma depth, zoals dat is. En dat betekent dat het haalt bruine, rode en oranje kleuren haalt het naar voren. En als je dat op de juiste manier zeg maar spuit op de wanden, dan krijg je met een brilletje op, krijg je elementen die eigenlijk los van de wand komen te staan, zeg maar. Waardoor je dat 3D-effect heel sterk gaat krijgen, zeg maar. Dat is heel gaaf om te zien, hoor. Inmiddels heeft Peter een aantal banen gebouwd en ook enkele geëxploiteerd. En hij is er wel achter gekomen dat het creëren, het bedenken en het bouwen van nieuwe banen eigenlijk zijn grootste passie is. Dus dat belooft nog wat. Oorspronkelijk kom ik uit de entertainmentwereld. Ik ben eigenlijk retailer van oorsprong. Daar kom ik vandaan. En ik heb in de entertainment sector gezeten. En dat was een wereld van fysieke dragers. En dus dat begon ooit met, gek gezegd, videobanden en cassettebandjes voor muziek. Dat is eigenlijk veranderd naar cd's, dvd's. Uiteindelijk kwam het concept natuurlijk van downloaden en daarna streaming. Die winkels hadden ontzettend veel last van het downloaden, het illegaal downloaden, waardoor eigenlijk de terugloop kwam in die wereld. En ik vond het vermaken van mensen, zeg maar, vrije tijdsbesteding, dat heb ik altijd een fantastisch ding gevonden. En mijn winkels waren ook altijd belevingswinkels, zeg maar, waar ook decorstukken te vinden waren, waar ook de dinosaurussen midden in de zaak stonden. Dus ik zocht iets in die vrije tijdsbesteding, zeg maar. En toen ben ik gaan zoeken en hier toevallig bij toeval tegenaan gelopen, zo gaat het vaak in het leven. En zijn we het gewoon gaan proberen, we zijn het gewoon gaan doen. En gelukkig is dat een succes gebleken voor ons. We zijn begonnen in Capelle en daar hebben we een 15-holsbaan gebouwd. Dat bleek eigenlijk een heel groot succes. Die kon eigenlijk het aantal mensen kon die feitelijk niet aan, zeg maar. Hè. Dus dat was een hele prettige bijkomstigheid voor ons. En daarna zijn we eigenlijk de stap gaan maken van oké, waar liggen dan nog de witte vlekken in Nederland voor ons, waar we goed kunnen exporteren. We hebben grote voorzieningsgebieden nodig. Wij werken als filiaalbedrijven. Dus wij staan zelf niet achter die counters, maar we hebben wel volle bezettingen met personeel. Dus dat betekent dat je ook andere omzetten moet genereren daardoor. Ook hogere overhead, hè, duurdere locaties. En we hebben de locatie gevonden in Enschede. Daar zijn we in januari 2015 zijn we daar open gegaan. En ook dat bleek een redelijk succes, zeg maar. Maar we merkten wel dat we wilden groter, we wilden anders. We wilden het ook anders doen dan andere partijen in de markt, zeg maar. En toen kwamen we een locatie op het oog in Eindhoven. En daar zijn we eigenlijk gestart met een hele grote vestiging. Bijna 1500 vierkante meter, waar veel horeca bij zit. Een glowgolf. We hebben er zelfs een Oostenrijkse skihut ingebouwd. Die mensen af kunnen huren met bedrijven en dergelijke. Dus, nu staan we naast de Kuip, zeg maar. Op eigenlijk voor ons
als Rotterdammers zijn, de mooiste locatie die voor ons denkbaar is gewoon. De nieuwe zaak in Rotterdam wordt de mooiste Glogolf-vestiging tot nu toe, moeten we dan zeggen. Want het is natuurlijk de vraag of het hierbij blijft. Ja, goede vraag. We hebben nog wel wat plannen, moet ik eerlijk zeggen, daarin. Dus ik wil nog niet heel veel daarover vertellen. Maar we hebben nog wel wat locaties op het oog in Nederland waar we niet alleen Glogolf, maar ook nog een aantal andere dingen willen. Ook allemaal in de leisure sfeer, zeg maar. Dus de combinatie tussen horeca en beleving en activiteiten. Dat is waar wij heel graag in bezig zijn. En dat blijft trekken. En als je een ondernemer bent, dan is gek gezegd, je verlaat je schip nooit. Maar als het schip eenmaal drijft en het vaart goed en je hebt de juiste mensen erop met hè, de juiste figuren die de juiste stuwing krijgen en sturing krijgen, dan is het niks leukers om aan elke nieuwe uitdaging weer opnieuw te beginnen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Glogolf Rotterdam.